schapenboeren die kunnen een beetje opgelucht ademhalen, want het blauwtongvirus verdwijnt door vorst. Dus daar heeft dat koude weer dan natuurlijk weer positieve uitwerking. De knutten, de kleine bijtende vliegjes die het virus verspreiden, die sterven af als het goed is. En daarmee is de dreiging voor twee voorlopig weg. Dat zegt de landbouworganisatie LTO in het AD. De nachtmerrie voor schapenboeren begon in september. Meer dan 5600 bedrijven hebben volgens de NVWA last van een besmetting. Het grootste gedeelte van die besmettingshaarden ligt in Friesland, maar ook in Gelderland, Noord-Holland en Overijssel. Die zijn allemaal hard getroffen. Soms is meer dan... De schapenboeren die hopen op een lange winter en een koud voorjaar. De komende 3 weken zal het aantal gevallen nog wel stijgen. Maar als het koud blijft, stoppen de beestjes met vliegen. Er is nog altijd een roep om het vaccin, want in het voorjaar gaan de knutten gewoon weer vliegen. En als we het dan over de kou hebben...